Enfin, de markt terug naar het dorp en ik naar de golfbaan toe. Ik kwam erop rijden en ik kreeg op het ene golfbal door de vooruit van mijn auto. Als je dat niet dacht, hè. Het agrarisch, het financieel nieuws was weer aan het golven op de driving range. Ja, ze hebben de naam veranderd. Want over die paar agrariërs die er nog zijn in een week, daar zijn ze zo over uitgepraat. Maar over het geld van hun, daar wordt er nooit over uitgepraat. Het financieel nieuws is sinds kort ook lid van de golfbaan. Het zijn de zogenaamde groene leden. Jan de Loot, die kwam ik tegen en die liep echt krom van de pent. Hij had een balken tegen zijn geslachtsdeel al gehad. Alweer een groen lidje minder. Hij was op overvlak geweest met Janneke Bruurs. Die had een stuk van zijn tand af. Ik zeg, het geluk Janneke, jongen. Want Thomas Peutermans, je toch net zat. Want de kronen hoeven niet omgewist te worden in euro's. Ook Jos Kirst was aanwezig. Hij zat met zijn knieën op het gras. Jos is ook een groen lid. Maar nu even niet. Nu geniet hij van het heerlijke groene gras dat net is bemest met heerlijke geurende dampende koeienmest. Eigenlijk ben ik ook nog op zoek naar een geschikte caddy. Die men in mijn zware sport goed kan begeleiden. Ik ga mijn vacature bij het club wel kenbaar gemaakt. En daar zijn ze dat ik beter een grasspecialist kon inhuren om de rossen terug te leggen. Ik heb ook een advertentie gezet in het kleppenmannetje. Lest kwam Katja solliciteren op de golfbaan. Yes, Katja, ik moet eigenlijk een beetje bijverdienen. Want ik ben half getrouwd en ik heb geld nodig voor een vliegticket om mijn schoonmoeder een keer te bezoeken die in de Filipijnen woont. Ik heb al vliegtuig voor over om mijn schoonmoeder nooit meer te bezoeken.